Het evangelie werkt 3 dingen. 18 december, ochtendoverdenking. Veel meer dan zullen wij, nu wij gerechtvaardigd zijn door zijn bloed, door hem behouden worden van de toorn. Want als wij, toen wij vijanden waren, met God verzoend zijn door de dood van zijn Zoon, hoeveel te meer zullen wij, nu wij verzoend zijn, behouden worden door zijn leven. En dit niet alleen, maar wij roemen ook in God door onze Heer Jezus Christus, door wie wij nu de verzoening ontvangen hebben. Romeinen 5, vers 9 tot en met 11. Het is bijna kerst. Het is een geweldige tijd om na te denken over onze gezalfde koning, die het toneel van de menselijke geschiedenis heeft betreden. Volledig God, volledig mens, God met ons. Hij kwam voor ons. Jezus kwam niet om gediend te worden, maar om te dienen, om ons te dienen. Dat betekent dat kerst in wezen onze behoefte benadrukt. Maar wat is onze behoefte? Dat is de vraag waar het allemaal om draait bij kerst. We zien in Romeinen 5 vers 9 tot en met 11 dat het evangelie bedoeld is om 3 dingen te doen. Allereerst, het evangelie redt mij van de toorn van God. Ten tweede, het evangelie reinigt mij van de afgodische, giftige, allesverdraaiende zonde die ervoor zorgt dat ik andere dingen meer lief heb dan dat ik God lief heb. En ten derde, het evangelie opent de toegang, door middel van verzoening, tot een zoete, diepe, steeds toenemende, alomvattende vreugde in mijn Maker voor altijd. Het evangelie zorgt er niet voor dat mensen gered worden van armoede, van ziekte, van terrorisme, van donkere tijden, van de afwijzing van mannen of van het ontvoeren en vermoorden van je dochter. Begrijp me niet verkeerd, ik geloof dat veel dingen beter worden in je leven als je Jezus vertrouwt. Maar misschien ook niet, want dat biedt geen garantie. Dat is geen onderdeel van het evangelie. Uiteindelijk zal alles beter worden. Vernieuwde lichamen, gemeenschap met Jezus, alle zonden weggenomen, gerechtigheid op aarde. Die dingen komen eraan. Maar tussen nu en de komst van Jezus, of onze dood, staat het evangelie garant voor deze 3 dingen. Ik word geleidelijk aan gereinigd van mijn zonde. Mijn schuld en de toorn van God worden volledig weggenomen. En mijn intimiteit met God, mijn Vader, wordt steeds groter. Zodat mijn ziel in hem voldoening vindt, zelfs als al het andere in mijn leven wegvalt. Voelen mensen in de 21ste eeuw deze 3 dingen als hun behoefte? De meeste niet. De meeste mensen zien God als iets onbelangrijks. Ze beseffen niet dat hij over hen gebogen staat met vlammende toorn. De meeste van hen houden van hun zonde, haten die niet, vrezen die niet en vluchten er niet voor weg. De meeste van hen hebben genoeg vreugde, maar niet in God. Ze staan niet op en gaan niet naar bed met een behoefte aan deze 3 dingen. En daarom is de prediking van het evangelie moeilijk werk, zelfs onmogelijk werk. Als het mijn taak was om te voldoen aan gevoelde behoeften, zou ik de Heilige Geest niet nodig hebben. Ik weet welke behoefte je voelt en ik kan je een goed gevoel geven door je te vleien. Je bent ijdel. Als ik je vertel dat je er vanmorgen erg goed uitziet, zul je me aardig vinden. Iedereen wil gezien worden als slim en intelligent. Als ik je als voorganger vertel dat je slim en intelligent bent, kan mijn gemeente uitgroeien tot een grote gemeente. Het is makkelijk om te voldoen aan de behoeften die mensen voelen. Daarvoor heb je geen God nodig, geen Heilige Geest, geen evangelie. Het moeilijkste in de wereld is om doden op te wekken, ogen van blinden te openen, geestelijk doven te laten horen en kreupelen te laten lopen. Dat kan ik niet doen. En daarom bid ik of God deze 3 dingen uit Romeinen 5 wil doen in jouw hart. Je luisterde naar een overdenking uit het boek Onwankelbare Vreugde van John Piper. Het boek bevat 50 ochtend- en avondoverdenkingen voor Advent om je te helpen Christus centraal te stellen. Ga naar de webshop van Geloofstoerusting om het boek te bestellen of ga naar onwankelbarevreugde.nl voor een online dagboek voor het hele jaar.